Maar ze belt ook eigenlijk nooit. En weet je, voor haar is het niet zo belangrijk. Ja, je hebt ook zeg maar gebloot. Veel misschien niet. Of je heel veel, ja. Alcohol of blowen, was dat voor jou nog, maakt dat nog? Ja, het is natuurlijk allebei wel de roes. Ja, je kan ook treintjes verzamelen of postzegels, dat is ook allemaal roes, weet je. Maar dat is wel een verschil, ja. Ja. Dat maakt alcohol is meer sociaal, meer een bindmiddel. Terwijl het blowen kan je juist heel erg in isolement brengen. Daar kan je een soort paranoia van worden, van ik denk dat jij denkt dat ik weet dat jij weet. En dan kan je echt zo'n heel ingewikkeld, kan je jezelf helemaal gek maken. En niet bestaande feiten. Dat, ja. Yeah. Dat heb je wel gedaan ook af en toe. Ja. Niet. Wat ik ook wel interessant vond, wat ik las in, dat je bezig bent met levenslopen. Ja. Dat je daar zeg maar over nadenkt. Je hebt je ook bewuste keuzes die je maakt en dingen die door het lot... Die door gebeuren, ja. Die gewoon gebeuren. Heb je daar voor jezelf, zeg maar, dat je zegt, ik heb een aantal eikpunten in mijn leven. Sommige zijn echte keuzes geweest, andere zijn me overkomen. Die jou hebben gebracht tot wie jij nu bent. Nou, dat is interessant. Dat is leuk om over na te denken. En als je terug gaat rekenen, dan zie je dat waar je nu bent voor 99% product is van niet een bewuste keuze, van dingen die er gewoon gebeuren. Dus je zit op een soort baan en je kunt een beetje naar links hellen en een beetje naar rechts hellen, maar dat maakt wel een beetje uit. Maar als mensen zeggen van toen heb ik dat ergens voor kiezen, dan hebben ze niet goed opgelet, want waar je bent is niet het product van keuze. Is dat bij jou iets? Met jouw muziek bijvoorbeeld, is dat wel een bewuste keuze geweest of is het ook iets waar je gewoon... Ja, dat je het maakt, dat is een keuze, omdat je dat prettig vindt om te doen. Maar waarom ik hier zit met jou te praten, dat is door een samenloop van miljoenen omstandigheden. Okay. Waar je niets over te zeggen hebt. Maar die eerste keer zeg maar dat je bijvoorbeeld, ik weet hoe oud je was, 16, 15, 14, 13, maar dat is dan wel een bewuste keuze geweest, neem ik aan. Om muziek te gaan maken? Ja. Ja, natuurlijk. Dat is hoe je bent. Ja. Dat is hoe je in elkaar zit. Ja. Maar dat is niet hoe je leven gaat verlopen. Nee, natuurlijk. Nee, ja. Heb je er ooit spijt van gehad? Of niet toen je 15 jaar gewerkt bij de post? Heb je ooit spijt gehad van dat keuze om muziek te maken? Spijt bestaat, ik begrijp het niet. Zeg nog eens. Okay, nou, het feit dat spijt voor jou niet bestaat, zegt al genoeg over jou. Oké, okay, ja. Er zijn genoeg mensen die wel spijt hebben. Nee. Het heeft niet zoveel zin om je af te vragen van wat als. Ja. Zo werkt het nou helemaal niet. Ja, of je moet geloven in parallele universa waarin alles gebeurt, dan zou je zeggen, ik zie... Nee, dat is... Ronnie die is er teruggekeerd. Ja. Die na 8 jaar. Hoe is die weer teruggekomen? Nou, ik ben zelf 8 jaar ouder. Ik schreef het toen al eerder, dus ik ben 10 jaar ouder. Want het was al een tijdje aan de gang, dat liedje natuurlijk. En dan kijk je naar jezelf. Hoe ben ik veranderd en wat is er niet veranderd? Dus ik ging ook weer eens bij Ronnie op bezoek, gewoon heel simpelweg. Eens kijken hoe het met hem gaat, want 10 jaar geleden ging hij in het liedje dan... stapte hij op de bus, want hij ging naar huis. Eindelijk ging hij weer naar huis en had spullen bij zich. En het ging nu goed met hem, het ging een tijdje slecht, maar nu ging het goed. En dan ging hij naar huis toe en nu woont hij daar in een huisje. En we gaan weer bij hem op bezoek. Maar eigenlijk heel simpel. En we zullen misschien over 10 jaar zal ik weer over Ronnie... meer over hem schrijven. Dat is iemand, ja, je verzint hem wel, maar hij is evengoed heel echt. Dat is natuurlijk ook als je bijvoorbeeld, je kent nu het fenomeen dat je mensen alleen maar kent van mail of van Facebook. Die zijn even fictief als Ronnie, weet je, die heb je ook verzonnen. Wat is jouw eigen? Ik heb Ronnie verzonnen, maar het kan evengoed iemand zijn die je via afstand kent. Dus de grens tussen nu met social media, is de grens tussen bestaande en niet bestaande, is echt maar heel, wordt steeds kleiner. Nee, is gewoon niet veranderd?
Ja, Rory neemt de dingen zoals ze zijn. En dat heeft hij misschien altijd wel gedaan. Ja, dus er is wel een vrouw in dat liedje. Maar ze belt ook eigenlijk nooit. En weet je, voor haar is het niet zo belangrijk. En voor hem is het wat belangrijker. En dat is gewoon wel... Dat is ook een kant van de liefde die niet altijd even leuk is natuurlijk. Maar hij is niet heel ongelukkig. Hij fluit een liedje, weet je wel. En heeft de dingen zoals ze zijn. Ronnie is, mijn Ronnie tenminste, is iemand die... Je hebt van die mensen die het allemaal niet zo goed begrijpen. Die het sociale, dat ragfijne sociale spel niet zo goed doorhebben. Maar in plaats daarvan een soort wijsheid hebben waar je toch van kunt drinken of zo. Ja. Een soort puurheid, wellicht. Ja. Ja, misschien wil je dat graag zien, ja.